En die plaat die niet van de nummer 1 positie af te rammen is. Happiness. Exact kwart voor 1. Een nieuwe ronde weet te winnen en een nieuwe kandidaat. Niels Koopman uit Haren. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. De onderwijsassistent. Klopt. Dat is toch ook iets dat ik toen ik vroeger op school zat, hadden we dat niet volgens mij. Nee, dat is ook wel iets van de laatste jaren. En ja. Dan ben ik het ook nog in het speciaal onderwijs. Dus ook nog eens een keer. En daar is het wel algemeen goed, zeg maar. Ja, wat doe jij dan de hele dag? Kinderen begeleiden en meehelpen met sommen en met de taal en praktijkgericht werken. En, ik werk over het algemeen met wat oudere gedragsproblematische jongen. Oké. Okay. En die proberen het gedrag toch een beetje in goede banen te leiden, zeg maar. Oh, dus jij beschikt over een engelengeduld? Dat is wel een pre voor dit werk. Ja, toch? Ja, absoluut. Hey, maar ook wel heel erg dankbaar lijkt me. Ook, ja. Uiteindelijk is het ook heel dankbaar werk als je... Want het gaat allemaal in speciaal onderwijs met kleine stapjes. Ja. Maar als je dan de stapjes ziet aan het einde van het jaar, dan denk je, ja, potverdorie. En dan krijg je van de leerling natuurlijk ook wel een stukje terug. Precies. Toch en dat is, dat is onbetaalbaar. Hey, en op welke school doe je dat, Niels? Op de W.A. van Lieflandschool in Groningen. Kijk, heb die ook even genoemd. Dat is leuk voor de luisteraars. Voor de leerlingen van die school ook die zitten te luisteren. Die zoiets hebben van, hey, is dat niet mijn Niels? Ja hoor, dat is jullie Niels. Niels Koopman, gewoon op de radio. Die gaat dus even bewijzen dat hij heel veel weet in het spel Weet is Winnen. Ik hoop het. Ja, ik leg de lat meteen even hoog voor je, Niels. Ja, dank je. Wat ga je spelen in de eerste ronde voor 100 euro? Showbiz. Succes. Dank je wel. Vraag 1. Wie verzorgt al jaren de stem van Bert uit Sesamstraat? Is dat A. Wim T. Schippers, B. Aart Staartjes of C. Paul Hanen? Dat is C. Paul Hanen. Paul Hanen is de stem van Bert uit Sesamstraat. En Niels, dat is inderdaad het goede antwoord. Nee. Je zou een klein beetje in de war kunnen raken met Wim T. Schippers, die de stem van Ernie doet natuurlijk. Ja. Maar Paul Hanen is Bert. Dat is de beetje klagerig, zeg maar. De gele. Ja, precies. De gele. Ernie, die. Helemaal goed. Hier is je tweede vraag. Vraag 2. Met welke documentaire probeerde de voormalige Amerikaanse presidentskandidaat Al Gore in 2006 de wereld wakker te schudden? Deed hij dat antwoord A met An Inconvenient Truth? Was dat antwoord B met de documentaire Earth? Of antwoord C met Fahrenheit 9/11? Dat is antwoord A. Ja. Dat waren we met z'n allen opeens ongelooflijk in paniek na het zien van de film An Inconvenient Truth. Ja. Later door veel wetenschappers ook weer weerlegd een aantal dingen die daarin werden afgespiegeld. Maar Al Gore heeft natuurlijk wel bereikt wat hij wilde bereiken met die film. Namelijk heel veel aandacht voor het klimaatprobleem. En dat is hem dan gelukt. Antwoord A is goed. Yes. Niels. Ja. Laatste vraag. Oké, nou. Je bent er bijna de eerste ronde. Komt-ie. Vraag